Welkom, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Welkom namens Donner. Links aan mij hebben wij uiteraard Marcel van Driel, vrouwtje van superhelden.nl onder andere. En Mathilde van de website Ik Vind Lezen Leuk gaat Marcel interviewen vanmiddag. Dus ik zou zeggen, luister, stel vragen. Signeren hebben jullie veelal al gedaan, maar dat kan daarna denk ik ook nog wel. Ja. Echt niet. Dankjewel, mag ik wel niet? Ja, sorry. Dankjewel, Simone. Dankjewel. Begin maar gewoon met een vraag. Waar komt het idee voor de superheldenboeken vandaan? Het idee voor de superhelden komt eigenlijk uit een aantal verschillende bronnen. Ik ben sowieso gewoon helemaal gek van superhelden. En als kind ben ik heel erg gepest op school. En droomde ik altijd dat ik Spider-Man was, omdat ik dan de pesters aan kon pakken. Dat is altijd al vanaf jongs af aan erin gebleven. Maar mijn favoriete superhelden zijn de X-Men. En het idee dat er dus een groep mensen bij elkaar zijn die allemaal een verschillende kracht en verschillende gaven hebben, die niet per se elkaar aardig vinden, maar gedwongen worden om samen problemen aan te pakken, dat sprak me altijd heel erg aan. Dus dat is een van de dingen een van de inspiratiebronnen van superhelden. En de andere belangrijke inspiratiebron is het boek Ender's Game van Orson Scott Card. Ja. Een van mijn favoriete boeken aller tijden. En wat ik interessant vind aan dat boek is dat het stelt namelijk een hele interessante vraag. Kijk, wij vinden dat kinderen geen soldaten mogen zijn. Punt. Mm-hmm. En als wij foto's zien in de krant over met achtjarigen met grote guns, dan hoop ik dat je hart net zoveel pijn doet als het mijne. Maar de vraag die hij stelt in Ender's Game is, als het bestaan van de aarde op het spel staat, we worden aangevallen door aliens, in dit geval in dit boek, en de enige die we in kunnen zetten om dat tegen te gaan zijn kinderen, mag het dan wel? En dat is die vraag vind ik ontzettend interessant. Ik denk dat iedereen zegt ja, want anders gaan we dood. Precies. Nou, en die twee ideeën samen, dat is eigenlijk waar superhelden vandaan komt. Want kinderen spelen in het boek een game, weten niet dat de game eigenlijk een test is waarmee ze geselecteerd worden. Worden ontvoerd naar het eiland Pala, waar ze opgeleid worden tot superspion. Volgens Mr. Oz, die het allemaal doet, is dat om de wereld te redden. De kinderen vragen zich af of dat waar is of niet. En jij weet het, want jij hebt net het derde deel uit. Ik heb het derde deel inderdaad even in de gelezen. Ik kan, voor de mensen die nog niet het derde deel hebben gelezen, het is verrassend, spannend en gewoon lezen. Ik kan er niks anders van maken. Welk personage uit het boek zou je in het echt willen ontmoeten? En wat zou je dan gaan doen? Het is interessant, want als je vraagt wat is mijn favoriete karakter uit het boek, dan is dat Fiber. Maar ik weet niet of ik die wil ontmoeten. Want ik ben bang dat ze me stijf vloekt. Die past het wel in. Ja, Fiber is zo'n beschadigd karakter dat ik weet niet hoe ze met me om zou gaan. Dus als jij zegt wie zou ik willen ontmoeten, is het Iris. Oké, en waarom? Iris is wel degene waar ik me het meeste in mee vereenzelvig. Ik vind het interessante aan Iris is dat ze doet het goed in een groep, maar tegelijkertijd is het ook iemand die altijd alleen is en beschouwend is en kijkt naar wat zij van de wereld vindt. Mm-hmm. Neemt haar eigen beslissingen, dat vind ik erg interessant. Laat zich niet leiden door wat iedereen om haar heen tegen haar zegt. Klopt. En dat vind ik erg interessant. Ja. Okay. En ik ben natuurlijk ook gewoon jaloers op haar. Want? Ik vergeet alles. Oh. En zij onthoudt alles. Dus dat is waarschijnlijk ook geen toeval. Nee, oké. Nu wil je waarschijnlijk ook niet altijd alles onthouden. Maar... Nee, maar je wil ook niet altijd alles vergeten, geloof mij. Dat is ook heel onhandig. Vooral als je echtgenote er weer op wijst en zegt van, weet je dat niet meer? Oh. En dan zit hier iemand die dat misschien ook nog wel herinnert. Beetje. Oké. Wat doe je tijdens het schrijven van een boek? Hoe zit je in een... sluit je jezelf helemaal af? Luister je naar muziek? Ja, ik begin... 'S morgens breng ik mijn kinderen naar school. Mm-hmm. En dan kom ik naar huis en dan ga ik schrijven. En dan gaat ik meteen de muziek aan. Soms pas ik de muziek aan de scène. Dus als ik bijvoorbeeld een hele spannende actiescène schrijf, dan haal ik veel muziek uit. Een James Bond film of The Bourne Identity doet het ook erg goed. Die achtervolgingsscène zet ik dan op. Maar heel vaak heb ik ook gewoon internetradio aanstaan. En als ik echt het idee heb, soms zit ik zo in mijn hoofd met van alles bezig. Mm-hmm. Dan zet ik hele zware metal muziek aan. Want dan kan ik gewoon meedreunen op de muziek. Ja.
En twee keer per jaar ga ik naar Frankrijk en dan zijn we met een man of 12 aan het schrijven. En dan zitten we in, heel stil in ruimtes met koptelefoons op en sommige zonder muziek. En dan hoor ik wel eens dat er iemand naar mij toe komt en vraagt of het iets zachter mag. Oh. En dat is dan niet de muziek, want daar hebben we de koptelefoon, maar het rammen op de toetsenborden. Want ik zit dus echt te... Oh. Als ik een hele spannende scène schrijf. Ja. Okay. Maar ik sluit me thuis, ik heb een eigen schrijfruimte, de deur gaat dicht, er is ook verder niemand. Ik schrijf alleen maar als ik alleen thuis ben. Oké. Okay. Dan, ik heb een website dus over kinder- en jeugdboeken, dus daar gaan ook wat vragen van mij ik over. Ik vind leuk.nl, dames. Ik vind lezen leuk. Ik vind lezen leuk. Ja. Wat waren jouw favoriete boeken toen je jong was? Ik las een boek per dag. Oké. Okay. Dat kwam ook omdat ik zo gepest werd dat het mijn manier was om me terug te trekken uit het leven. Wat ik op dat moment niet heel erg leuk vond. Mm-hmm. Ik ging ook elke vrijdag naar de bibliotheek en de bibliotheek had ik uit. En wat gebeurde was, op woensdag kwamen de nieuwe boeken binnen, die werden dan gekaft. Dan gingen de A'tjes en de B'tjes gingen de kast in en de C'tjes werden apart gehouden op kantoor. Uh-huh. Dan kwam ik en dan nam ik 7 boeken mee, zodat ik weer de hele week door kon met de nieuwe boeken. Okay. En ik las alles wat niet realistisch was, dus wat ze in het Engelse genre fiction noemen. Dus thriller, science fiction, noem maar op. En mijn favoriete boeken uit die tijd is het Oneindig Verhaal van Michael Ende. Never Ending Story voor de mensen die alleen films kijken. Ook over een jongen die gepest wordt en in een andere wereld terechtkomt. Mm-hmm. En daar ook invloed op heeft, vond ik erg mooi. En het engste jeugdboek wat ik ooit gelezen heb, Meester van de Zwarte Molen. Oh, ja. Dat is mijn favoriete jeugdboek. Ja, nou, dat. En ik probeer ook, de superhelden lijkt daar niet op. Mm-hmm. Maar wat ik wel probeer, is, en dat is ook wel een beetje de kritiek die je krijgt op mijn boeken... van mensen die volwassenen, kinderen niet. Maar volwassenen zeggen, je boeken zijn veel te heftig voor de leeftijdsgroep. Nee, dat vind ik dus ook niet. Maar dat komt omdat ik dacht, ja weet je, ik las vroeger Meester van de Zwarte Molen. Nou, veel heftiger dan dat komt het niet hoor. En vroeger hoorde je daar niemand over. En nou is het allemaal politiek correct natuurlijk. Ja, tere kinderzieltjes. Nou, die kunnen best wat hebben hoor. Volgens mij ook. Ik heb twee kinderen en die kunnen ook best wat hebben. Nu weet ik dat ik inderdaad vroeger ooit een boek van de bibliotheek heb gehad. Ik weet niet eens welk boek, dat was zo eng dat ik het ook niet uit durfde te lezen. Maar Meester van de Zwarte Molen is dan ook leuk als je ouder bent. Ja, zeker. Ja. Lees je ook nu nog jeugdboeken? Favoriete nieuwe boeken? Nou, ik lees niet heel veel jeugdboeken. Mm-hmm. En dat komt er ook omdat lezen is voor mij echt mijn vrije tijdsbesteding. En als ik jeugdboeken lees, heb ik al heel gauw het idee dat het werk is. Mm-hmm. Dus ik lees ook vaak zoveel mogelijk andere dingen dan waar ik mee bezig ben. Maar ik moet zeggen, van mijn collega's lees ik natuurlijk dan af en toe wel boeken. En 100 uur nacht van Anna Rolls is absoluut, absoluut het mooiste boek wat dit jaar verschenen is. Daar ben ik helemaal, helemaal fan van. Gelezen? Ja. Ah, zo prachtig. Ja. Vond ik ook. Ja. Ook zo leuk, omdat het speelt zich af een paar dagen in New York als het licht is uitgevallen, omdat alle stroom weg is. En zij was daar toen die stroom uitviel, dus zij heeft dat allemaal bedacht toen ze daar was. Prachtig, prachtig boek. Ja. Wat voor boeken lees je dan zelf? Stephen King. De nieuwe Stephen King is net 2 dagen geleden uitgekomen. En dan stop ik met wat ik op dat moment aan het lezen ben, want de nieuwe Stephen King moet gelezen worden. Mm-hmm. En die nieuwe is weer van ouds fantastisch. Nou, okay. Maar op dit moment ook veel thrillers, omdat volgend jaar mijn eerste thriller voor volwassenen uit gaat komen. Nachtmerrieman, die zich afspeelt hier in Rotterdam. Spannend. Ja, dus ik merk ook wel dat ik nu weer veel thrillers lees om te kijken van... Ik, boeken hangen op structuur. Dat hebben heel veel lezers hebben dat niet door. Maar voordat je begint te schrijven, maak je een soort kapstok van hoe een boek in elkaar zit. En die kapstok, dat skelet, die structuur, is ontzettend belangrijk. En als het goed is, zie je die niet als lezer. Net als je naar een mens kijkt, dan is niet het eerste wat je denkt is hoe dat skelet onder het vlees in elkaar zit. Je kijkt vooral of iemand mooie ogen heeft en lekkere billen. Ja toch? Maar daaronder zit dat skelet. En dat skelet, als je dat eruit haalt, dan donderen al die mensen in elkaar. En dat met schrijven is dat precies zo. En elk genre heeft zijn eigen structuur. En thrillers hebben een aantal structuren en die ben ik nu heel erg gaan bekijken van... Oh, hoe werkt dat dan voor mij? Wat ga ik gebruiken van Nachtmerrieman? Wist je dan bij het begin van Superhelden al hoe het zou aflopen? Deels. En daar is het ook een van de redenen waarom het fout gegaan is bij deel 3. Het is fout gegaan bij deel 3 in de zin dat het boek een jaar later is verschenen dan de bedoeling was. Er zijn een aantal mensen hier die een jaar langer hebben moeten wachten. En dat komt omdat ik
globaal voor ogen had hoe ik het wilde laten eindigen, maar niet helemaal. Okay. En ik had deel 1 en deel 2 af en ik had deel 3 vorig jaar ingeleverd en tegen mijn uitgever zegt, ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden. En toen lazen zij het en toen zei ze, ja, wij ook niet. Elk stuk, elk hoofdstuk is geweldig, maar de samenhang klopt niet. En dat is dus de structuur. In de structuur miste wat. En toen heb ik 35.000 woorden, dat is ongeveer een derde van het boek, heb ik weggegooid. 3 maanden werk. En ben opnieuw begonnen. Het idee was om daar een half jaar over te doen. Uiteindelijk ben ik een jaar bezig geweest om het helemaal goed te krijgen. En ben je er nu tevreden over? Heel erg tevreden. En het leuke is ook nu, het is nu een week uit. En de recensies beginnen nu binnen te komen. De officiële recensies, maar nog veel belangrijker, de lezersrecensies. Mm-hmm. En tot nu toe vinden ze het allemaal de beste van de drie. Mm-hmm. En dat zei ik al. Ja, dat zei jij ook al. Ja. En ik krijg veel reacties van traantjes aan het eind. Ook van mensen van boven de 50. Dus het nee, raakt je, dat had jij niet. Nee, nee, okay. Maar het was 1:15 s'nachts, dus ik was, was een beetje moe inmiddels. Ja. Ja. Maar het moest gewoon even uit. Ja. Want ik zat echt de hele tijd in de boek van, wat? Nee! En het moest dus. Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik ben een groot fan van tv-series. En wat je de laatste jaren bij tv-series hebt, dat zijn die momenten waar je naar het scherm zit te kijken. En ik ben dus iemand die hardop tegen het scherm roept, what the fuck? Van die ontwikkelingen die gewoon niet aan ziet komen en die achteraf precies blijken te kloppen. En voor mij was het de bedoeling om deel 3 zo'n boek te laten worden, waarbij er echt momenten in zitten. En het was zo mooi, vlak voordat het boek uitkwam, hebben we in Utrecht hebben we een aantal kinderen hebben we het boek laten lezen, een week eerder, die hebben uitgeprint gekregen. En voordat ze het gingen lezen, moesten ze opschrijven wat ze dachten dat er ging gebeuren. En bijna allemaal zeiden, nou, je kan wel ongeveer voorspellen hoe het gaat worden, want er gebeurt dit en dit en dit en dit. En toen gingen ze het lezen, toen was het allemaal, nee, nee, er ging heel anders. Wat, wat? Yes, yes, dat was nou ja, precies wat ik wilde doen. Ik geloof dat het dat de eerste keer dat ik dat dacht was op de 5e bladzijde of zo. Wat? Dit wist ik niet. Nee. Nou, mooi, dat was het idee. Ja, nu heb ik op social media gezien dat jij een chip in je arm hebt laten zitten. Ja, ja, ik heb een chip in mijn arm. Zit, waarom? Je zit hier, ik kan het niet zien. Nee. Ik kan het wondje hier nog wel zien. Oké, cool. Van de naald, want die chip is ongeveer zo groot als een rijstkorrel. Dus de naald is dus nog iets groter dan een rijstkorrel. En dat is heel dik hoor, voor een naald. Oh. En 2 weken geleden is er inderdaad met een hele dikke naald. En het filmpje staat op YouTube. En ik geloof niet dat ik ooit bleker heb gezien dan op dat moment. Is er een chip in mijn arm gezet. En die kan één ding. En die kan je dus programmeren. En op dit moment, als je een scanner erbij houdt. Het is een passieve chip. Dus hij kan zelf niks, je kunt mij niet volgen met het chip. Okay. Je moet iets bijhouden. En nu als je een apparaatje erbij houdt of een Android telefoon, dan opent hij de site van www.superhelden.nl. Okay. Omdat we er even snel wat in moesten zetten. Mm-hmm. Maar je kan bijvoorbeeld ook een apparaat op je deur zetten waarbij je de deur met een cijfercode kan openmaken. En ik kan hem dan openmaken door mijn hand tegen de ding te houden. En het idee was omdat, aan de ene kant wilde ik gewoon experimenteren van wat kan zo'n ding. Maar ook wel het idee, ja, de karakters in superhelden.nl hebben een chip in hun nek. En als ze weglopen, dan worden ze vergiftigd. Die jou heeft geen gif. Nee, die van mij heeft geen gif en geen, je kunt mensen niet volgen. Maar ik wilde wel eens ervaren hoe dat dan is. En toen ik die spuit in mijn arm kreeg, toen dacht ik, wat doe ik mijn kinderen aan? Want het is veel pijnlijker dan ik dacht. Jeetje, ik geloof dat ik door mijn vragen heen ben. Heeft er nog iemand een vraag? Nu kan het. Heb je nog tips voor beginnende schrijven? Tips voor beginnende schrijven, ja zeker wel. Eigenlijk de twee belangrijkste tips. En één heb ik van Stephen King en de andere is Stephen King het niet mee eens. Maar dat zal ik ook uitleggen. De belangrijkste tip is schrijf elke dag. Ook als je geen tijd hebt, al schrijf je maar 1 zin aan je verhaal. Zorg dat je altijd verder bent dan de dag daarvoor. En als je dan een keer een dag mist, dan neem je jezelf dat niet kwalijk. Maar dan begin je gewoon weer de volgende dag opnieuw. Het mooiste is als je ongeveer 500 woorden per dag kan schrijven. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je gewoon in een jaar een boek. Ongeacht hoe druk je het hebt. 500 woorden per dag is een boek in een jaar. En dat is echt, 500 woorden per dag, dat is geen A4'tje. Dus dat is voor heel veel mensen is dat best te doen. En de andere is, en dat is er eentje waar ik me niet helemaal aan gehouden heb bij de eerste keer dat ik deel 3 schreef, is zorg dat je je einde weet voordat je begint met schrijven. En ik vergelijk dat altijd met op vakantie gaan. Stel dat wij zo op vakantie gaan, dat mag helemaal niet met ons leeftijdsverschil, maar goed, stel.
En ik zeg tegen jij, pak jij vanmiddag even je koffer in. Wat pak je dan in? Kleding. Wat voor kleding? Ja, maar ja, helaas, we gaan naar de Noordpool, dus dat broek en een shirt is veel te koud. Als je had gezegd, we gaan naar iets kouds, dan had ik natuurlijk gezegd, we gaan naar Ibiza. Maar dan krijg ik helemaal problemen hier. Maar dat idee dus, je kan geen koffer inpakken als je niet weet waar je naartoe gaat. Of je hebt de verkeerde spullen bij je. Bij boekschrijven is dat niet anders. Als je niet weet wat voor genre je gaat schrijven, als je niet weet waar je ongeveer naartoe gaat, dan weet je niet wat voor gereedschappen je nodig hebt. Als je dat wel weet, dan kan je nog steeds afwijken. Dan kan je best halverwege het schrijven denken, oh, maar volgens mij is dit leuker om te doen. Maar dan ga je weer terug. Net als dat je op vakantie soms ook ineens onderweg iets leuks ziet en denkt, oh, we stoppen even extra, had ik niet gepland, maar dat is leuk om te bezoeken. Nou, King is het daar niet mee eens. King die zegt, begin gewoon met een idee en dan ga je schrijven. Nou ben ik, King is mijn held. Daar heb ik het meeste van geleerd. Maar wat is het grootste probleem met de boeken van Stephen King? Dat heel vaak de eindes gewoon heel raar zijn, omdat hij heel duidelijk niet wist hoe het moest eindigen. En dan eindigt hij met een ontploffing. Dus er zijn boeken waarvan je altijd denkt, hij weet het niet meer, eindigen altijd met een ontploffing. Waarbij hij dus bewijst dat het toch gelijk heeft. Nou ja, dat is op zich oogst verstandig. Wie wil nog meer wat vragen aan Marcel? Niemand. Ja, ik wil eigenlijk gewoon wel wat zeggen. Want daardoor had denk ik die dit is veel enger. Ja, het verschil is erg. Daardoor had denk ik waarschijnlijk AFD van der Heijden ooit zo'n moeite. De favoriete serie die hij toen schreef om deel 3 en 4 tussen 2 en 5 te koppelen. Het moest één boek worden, maar het werden er 2 van echt dat zulke dikke pillen. Uiteindelijk vond ik wel dat hij het gered had, maar het was minder dan... En dat sluit gewoon aan bij wat je zegt. Hij had toen echt een beetje de fout gemaakt. 1, 2, 3, 5. Ja. 1, 2. Ja. En 5. En toen moest 3 en 4 ertussen. Ja. En dat was... Nee, dat is dus, en dat is iets wat ik dus eigenlijk ook tegenkwam bij deel 3. Ja, en dat maakte, was heel lastig, want er zaten gewoon heel veel mensen op te wachten. Ik schrijf nu 12 jaar, 46 boeken. Maar ze hebben nog nooit zo op boeken zitten wachten als bij deze serie. En dan... 46. En dan lever je een boek in. Dat staat in een folder. Boekhandels hebben het besteld. Lezers zitten erop te wachten. En tegenwoordig zijn dat er geen 100 meer, maar duizenden. De rechten zijn verkocht aan Duitsland. Daar willen ze ook heel graag dat deel 3 komt. Dan kan het ook door. Andere landen zijn ermee bezig. En om dan te beslissen, we brengen het niet uit, want we zijn eigenlijk gewoon niet tevreden over het boek. Dat was niet een makkelijke beslissing. Mm-hmm. Maar het was wel de enige beslissing. Want je kan dus niet een boek uitbrengen, zeker niet als je eindelijk die serie hebt die iedereen wil lezen. En dan zeggen, we zelf niet zo tevreden, maar dan ligt het tenminste in de winkel. Nee. Want dan krijg je dus inderdaad van, nou, het viel wel tegen. Ja, ik denk, dan is het over. Ja. Nee, ik denk dat mensen er wel een jaartje extra op hebben willen wachten. Nou, ik kreeg bijna dagelijks mailtjes van kinderen die dat niet vonden, hoor. Maar kinderen zijn wel ongeduldig. Kinderen zijn heel ongeduldig. Ja, je hebt het zo afgesproken. Dus dat zit in hun... Ja, dat klopt. Ja, maar hij zou toch volgende maand uitkomen? Ja, daarom. Ja. Of te zeggen het tegen de juf. Ja. Nou, dat is waar. Ja. Waar gaat je nieuwe boek over? Ja, mijn nieuwe boek heet Nachtmerrieman of waarschijnlijk NMM. Dat schijnt beter te zijn voor het boek. En het begint met een moord in de Tropicana in Rotterdam. Ik ben ook, Tropicana bestaat natuurlijk. Ja, het bestaat nog wel, maar je kan er niet meer in. Er is nu een oesterzwammenkwekerij zit daarin. En ik ben er laatst in geweest en ik heb dus 's avonds in mijn eentje, in het donker, in het Tropicana, aantekeningen zitten maken voor het boek. Dat is doodeng. Dat was inderdaad behoorlijk creepy, maar daar kon ik dus wel precies de sfeer treffen die ik voor het boek wilde hebben. En het begint daar met een moord, iemand die het daar vindt en dan erachter probeert te komen wie het gedaan heeft. Dus het is een whodunit. Maar een echte Rotterdams boek wordt. Het speelt zich af op allerlei bekende Rotterdamse locaties. De sfeer wordt een beetje de tv-serie The Killing, gemengd met Twin Peaks. En dan met mijn manier van schrijven van superhelden. Dat klinkt super spannend. Dat is wel de bedoeling. Ja, en het wordt één boek. Okay. En misschien dat er meerdere delen met de hoofdpersoon komen, maar dan is elk boek in ieder geval een afgerond verhaal. Gelukkig. Ook heel belangrijk. Eerst die gouden stropdas en dan komen de grondrechten.
Nou, of niemand nog iemand nog een vraag? Nee? Volgens mij mag Merriman uit? Nou, ik ben nu begonnen en die is natuurlijk ook een jaar vertraagd. Die zou nu uitkomen, maar als je het ene boek een jaar opschuift, dan schuift het volgende boek ook een jaar op. Dus hij staat nu voor najaar volgend jaar. Maar dan moet ik hem echt van de zomer, volgend jaar zomer ingeleverd hebben. En ik weet niet of ik dat ga redden. Ik durf nu niet te, ik heb geleerd om nu niet te roepen, hij ligt er najaar volgend jaar, maar het zou mooi zijn. Maar april het jaar erop voor de maand van het spannende boek, dat moet in ieder geval lukken. Ja. Toen ik begon met schrijven, toen had je misschien al het idee hoe de personages, wat voor karakter je ze wil geven. En heb je het over de karakters van superhelden? Ja. Ja. Maar zijn die in de loop van de tijd zijn die veranderd? Oh, hele goede vraag. Ik zal even herhalen. Zijn de personages die ik bedacht heb voor superhelden.nl veranderd in hoe ik ze bedacht tijdens het schrijven? Ja, en dat is deels omdat ik wel vaak een vaag idee heb bij een karakter, maar nog niet exact. Je hebt schrijvers die werken pagina's uit met hoe een karakter in elkaar zit. Dat heb ik niet. Ik heb een soort vaag idee. Dus ik ontdek dingen tijdens het schrijven. Maar zeker bij een serie als dit ontwikkelen de karakters zich ook. Iris is in deel 1 niet dezelfde Iris als aan het eind van deel 3. Want net als wij worden wij gevormd door onze ervaringen. En dat geldt natuurlijk ook voor haar. Voor haar geldt het meeste. Zij maakt de grootste ontwikkeling door in het boek. Fiber en Fiber is Fiber. Fiber vloekt en tiert en doet uiteindelijk meestal het goede, maar dat wil niet zeggen dat dat is wat er uit de mond komt. Die maakt minder ontwikkeling door. Ik heb ook, voor mijn gevoel, maakt zij de ontwikkeling ook door na deel 3. Wanneer ze van het eiland afkomt en haar dingen kan gaan doen. Alex maakt ook ontwikkelingen door. Die moet uiteindelijk, want je hebt deel 1 en 2 gelezen? En deel 3 nog niet? Nee, oké. Okay. Nou ja, Alex moet uiteindelijk natuurlijk de beslissing gaan nemen. Kiest hij voor zijn vader of kiest hij voor Iris? En dat is wel iets wat duidelijk naar voren komt aan het eind van het boek. Ja. Komt er nog een spin-off dan? Want je zei net eigenlijk dat Fiber wel nog een draadje... Dat er een Ik heb het nog niet gelezen. Nee. Ja, de vraag is, komt er nog een spin-off? Komt er nog iets na? Nou, er komt in ieder geval geen deel 4 als in Superhelden 4 het verhaal gaat verder. Superhelden 1, 2 en 3 gaan over eigenlijk over de twee personages, Iris en Mr. Oz. En aan het eind van deel 3 is dat duidelijk. Nou, heb ik wel het idee om door te gaan met de karakters, om ze losse missies te laten uitvoeren. Dus als een tv-serie van, het team is nu klaar, de X-Men bestaan nu, dit is de origin story, en nu gaan ze op missie. Dat is een idee wat ik heb om mee door te gaan. Maar ik ga eerst Nachtmerrieman maken en dan heb ik gewoon een jaar de tijd om na te denken over, want het kan ook zijn, want er liggen ook twee ideeën klaar voor gewoon twee heel nieuwe jeugdprojecten, dat ik zeg, nee, ik wil eerst dat doen en misschien komt het er nooit van. Maar het is wel zo, en dat merk ik nu ook al aan de mails die ik krijg, is dat kinderen zelf gaan verzinnen wat er met de karakters gaat gebeuren na dit. En wat ze voor dingen gaan uitvoeren. Ja. 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 Ik wil ook een vraag stellen. Als jij nou zelf als Marcel naar Pala was ontvoerd, ja. Had jij het dan gered? Oké, de vraag is nu, als ik als Marcel naar Pala werd ontvoerd, zou ik dan gered hebben als superheld? En is dat dan als ik nu of als kind? Nee, nu. Nu. Waarschijnlijk niet. Maar nee. Als kind dan? Als kind helemaal niet. Nee, maar als kind. Ik zei al, ik ben heel erg gepest op school. Mm-hmm. Ik wist me geen raad om te gaan met... ik was diegene die als laatste gekozen werd met gym. Mm-hmm. Ik was degene die zich in een hoekje terugtrok met een boek. Ik ken dat. Ja, juist als ik nog enige bescherming had op school, dan waren het de volwassenen die ingrepen als het echt uit de klauwen liep. En op Pala zijn geen volwassenen, behalve Mr. Oz. En Mr. Oz die heeft maar één regel en dat is het recht van de sterkste. Dus nee, als kind zou ik het daar vermoedelijk niet geredden. Maar het kan natuurlijk zijn dat juist omdat ik als kind nog die bescherming had en op Pala die niet zou hebben, dat ik dan uit mijn schulp zou zijn gekomen en heb gezegd van en tot hier en niet verder. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is het, hè? Je weet niet hoe mensen reageren. Nee, nu ben ik ook bang dat de meeste kinderen het sowieso niet zo lang redden op Pala.
Ik weet het niet. Als er kinderen zijn de sterkste mensen op aarde. Hè? Die kunnen alles hebben. Die kunnen overal tegen. Het zijn al die volwassenen met die stemmetjes in hun hoofd. Die de hele tijd tegen zichzelf zeggen. Laten we het maar niet doen. Wat is het toch lastig. Moeilijk. Weet je wat? Ik doe gewoon. Ik kies voor het voorzichtige. Kinderen gaan gewoon. Terecht. Terecht. Ja. Ja. Ik heb Stephen King nog nooit ontmoet. Helaas. Ik heb mijn andere held Neil Gaiman vorig jaar wel ontmoet. Die heb ik hier in Donner mogen interviewen. Stephen King staat nog wel op mijn lijst. En een collega van mij, Thomas Oldeheuvelt, die is nu in Amerika en die zou hem deze week gaan ontmoeten. En ik hoor of het hem dat gelukt is. Hij heeft wel Peter Straub ontmoet, maar het ging nog ontspannen of hij Stephen King ook ging ontmoeten. Dus ik ben heel benieuwd, maar wie weet, lukt me dat ooit nog een keer? Ja? Zou ik wel heel graag willen. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Oh, we gaan naar buiten! Hoe lang mogen mijn kinderen gamen en mogen ze dat überhaupt? Nou, sowieso mogen ze gamen, want papa gamet ook. En als je dan gaat vertellen dat zij dat niet mogen. We hebben nu de regel een half uur per dag. Per persoon. En dat vinden ze natuurlijk te weinig. Gelukkig sporten mijn kinderen graag en zijn veel buiten. Dus het is ook weer niet zo'n ramp. Ik vind het wel leuk dat wat zij dan doen, als ze niet gamen, spelen ze met Lego. Mijn zonen zijn bijna 10, bijna 6. En als ze wel gamen, spelen ze Minecraft, wat eigenlijk gewoon online Lego is. Dus ja, ik zal zo even kijken. Zijn er nog meer vragen? Ja, achterin. Heeft u wel eens gehad dat u zelfs dan als kind dan naar het boek leest en dat u dan het boek uit dat het half zes was? Heb ik wel eens 's avonds zitten lezen in bed dat het in één keer half zit? Ik weet niet of ik het zo laat heb gemaakt. Maar ik regelmatig veel te laat, ja. En ik was wel echt dat kind met de zaklamp onder de dekens. En dan ondertussen luisteren of ik voetstappen op de trap hoorde. En dan gauw alles wegdoen. En het grappige is ook, ik had ooit een discussie met mijn uitgever. Ik zei, ik ben geen klager. Maar er was zo'n moment dat ik zei, ik win nooit een prijs. En toen zei hij, nee, dat gaat je nooit gebeuren ook. Oh. Oké. Okay. Ja, ik was ook wel van, hoezo niet dan? Hij zei, nee. Hij zegt, je bedoelt gouden griffel, dat soort dingen? Ja. Hij zegt, nee. Schrijvers zoals jij winnen geen gouden griffel. Dat is een ander type schrijver. Okay. Schrijvers zoals jij, daarvan liggen de kinderen s'avonds in bed het boek te lezen, terwijl hun ouders denken dat ze slapen. Ja, ik knik meteen iemand. Dat is het soort boeken wat dus jij schrijft. Je kan de kinderjury winnen. Dat zouden wel kunnen. Stemmen. Ja. Maar ze zei, dat is gewoon, jij schrijft het soort boeken. En dat doe ik ook expres. Als ik aan het schrijven ben, dan eindig ik mijn boeken altijd met een cliffhanger. Altijd met iets spannends. Waardoor je denkt, nou weet je wat, nog één hoofdstuk dan. Alleen dat denk je al 3 of 4 hoofdstukken lang. Klinkt dat bekend? Ja, dat had ik met Superhelden. Ja, nou, bij 3 is het erger. Ja, echt. Echt erg. Er wordt hier nu iemand afgevoerd. Voordat ze deel 3 gaat kopen. Ja, voordat ze deel 3 gaat kopen. Ja. Zijn er nog meer vragen? Soms denk ik die kindersjuryboeken, dat is heel anders. Hè? Ze gaan naar Loser en andere boeken. En die stilteboeken. En soms denk je wel eens als leerkracht. Daarnaast ook nog. Ja, de Koning van Kantoren komt natuurlijk nu weer op. Ja. En brief voor de koning of zo. Ja, zoiets. Maar die boeken die komen dan eerder in aanmerking voor de Gouden Griffel van waar de volwassenen over. Ja, er is ook veel kritiek natuurlijk op. Blij zijn als je de kindersjury. Ja, zeker. Dan heb ik ook die ook nog niet gewonnen hoor. Dus nee, het is nog geen. Het zou kunnen. En die gouden strook gaf ik al aan. Als je nou echt je best doet met dat. Als je eindelijk een keer echt je best gaat doen. Ja, precies. Familie zeker. Ex-schoonmoeder. Ex-schoonmoeder. Nog erger dan familie. Nee, ik plaag. Het komt allemaal op YouTube te staan, hè? Dit. Ja, dit is. Zijn er nog vragen? Ja. In het nieuws, je hebt Triple Trouble geschreven naar de film. Ja. Is je naar aanleiding daarvan al je mening gevraagd in de Zwarte Pietje discussie? Ja, dus de vraag is hier, ik heb het boek Triple Trouble geschreven. Er is een tekenfilm over Sinterklaas in de bioscoop. Echt de leukste teken, sowieso een van de leukste Nederlandse films in jaren. En ik heb op basis van het filmscenario heb ik het boek van de film geschreven. En de vraag is of ik daarna al gevraagd ben naar mijn mening over de kleur van de pieten.
Ja, dat ben ik. In het boek en in de film zitten geen zwarte pieten. Pieten hebben daar een beetje meer een soort Spaanse tint. De grap is dat dat al 5 jaar geleden besloten is, want toen werd de film gemaakt. En ik ben er heel blij mee. Ik behoor bij de kennelijke minderheid van Nederland die zegt, goh, laten we eens gaan luisteren naar mensen die hier last van hebben. En het kan ook anders. Dus ik ben er heel blij mee dat mijn boeken in het boek de pieten gewoon piet zijn. En kunnen smullen en vegen en van allerlei soorten piet zijn, behalve zwart. Ja. Volgens mij zijn we door de vraag heen. Volgens mij ging je ook een stukje voorlezen. Ja, ja, dan wordt er daar hoog tijd voor, denk ik. Kun je mij een Superhelden 3 overhandigen? Oh, doe het. Saskia doet het al. Dankjewel. Ja. Zul Berlin. Het werd tijd dat hij een andere baan ging zoeken, dacht Leander. Hij was in de dierentuin gaan werken, zodat hij niet na hoefde te denken. Door voornamelijk fysieke arbeid te verrichten, spaarde hij zijn intellect voor de avonden, wanneer hij zijn horrorroman probeerde te schrijven. Maar helaas was het werk zo zwaar, dat hij meestal 's avonds doodvermoeid voor de tv in slaap viel. Vandaag moest hij een serie kratten uit een vrachtwagen laden en naar het roofdierenhuis brengen. Het probleem was dat één van de kratten een manshoge kist was waar met gemak een gorilla in paste. Het was Leander volstrekt onduidelijk waar deze naartoe moest. Normaal zou hij het krat opengemaakt hebben om de inhoud te checken. Maar hij stond met grote rode letters op, Do Not Open, gevolgd door Danger en This Side Up. Leander checkte de vervoerspapieren voor een afzender, maar ook die bleek niet vermeld. Hij zuchtte. Als dit een scène in zijn eigen boek was, dan zou er een vreselijk monster in het krat zitten en werd hij het slachtoffer, omdat hij, ondanks alle waarschuwingen, toch de kist had opengemaakt. Maar helaas was het echte leven een stuk minder spannend. De kist stond op een pallet achter in de vrachtwagen. Leander schoof de steekwagen in de pallet, pompte de kist omhoog. Daarna reed hij het gevaarte de laadklep op en liet zichzelf met kratten al naar beneden zakken. Hij zou de kist wel naar het centrale magazijn rijden en daar ergens neerzetten. En daarna was het niet meer zijn probleem. De dierentuin was net gesloten. Zijn collega's liepen een laatste ronde om te kijken of er nergens bezoekers waren achtergebleven. Sommigen groetten hem met een lichte hoofdknik, maar de meesten keurden hem geen blik waardig. Wacht maar tot mijn boek af is, dacht Leander. Dan staan jullie allemaal in de rij voor een handtekening en dan negeer ik jullie. Het magazijn bevond zich vlakbij het roofdierenhuis. Hij reed langs de tijgers die zich slapend hielden. Maar Leander wist wel beter. Zodra de nacht viel, kwamen ze tot leven en begonnen ze te ijsberen, wachtend op voedsel. Ha! Ijsberende tijgers, dat was een goeie, die moest hij opschrijven. Hij hield stil voor de dubbele schuifdeuren van het magazijn en parkeerde de steekwagen met kist langs de kant. Met veel moeite trok hij de schuifdeuren open. Om de kist over de rails te krijgen, moest de steekwagen een flinke snelheid hebben. Dat wist hij uit ervaring. En het ging bijna goed. De voorste wielen van de steekwagen bleken een fractie van een seconde hangen voordat ze over de rails heen schoten. Het krat wankelde, viel en sloeg kapot tegen de vloer. Leander vloekte binnensmonds en sprong van de wagen. De planken waren op veel plekken afgebroken en overal staken splinters uit het hout. Leander keek naar buiten of er niemand was om hem uit te lachen. Zijn aandacht werd getrokken door een stuk metaal dat naar buiten stak. Nee, geen metaal. Het leek wel de kop van een beest. Zat er een dier in de kist? Maar dat mocht helemaal niet volgens de regels en zeker niet zonder de juiste papieren. En waar waren de luchtgaten? Leander naderde omzichtig het wezen dat roerloos in de kist lag. Was het verdoofd? Moest hij alarm slaan? Was het wel een dier? Hij trok een van zijn werkhandschoenen aan en brak een stuk hout af dat in de weg zat. De kop schoot in volle glorie tevoorschijn. Het leek wel de schedel van een duivel. De tanden waren vierkant en vormden een vreselijke grijns. En in plaats van een neus zat er een gat in de kop, die op zijn beurt weer bevestigd was aan een lange nek. Het deed Leander aan een struisvogel denken. Hij probeerde zich te herinneren of er misschien een tentoonstelling gepland stond met mythische wezens, want hij wist wat dit was.
een Jabberwocky. Als kind had hij de boeken van Alice in Wonderland verslonden en de tekening van de Jabberwocky stond in zijn geheugen gegrift. Het had de 11-jarige Leander nachtmerries bezorgd en ook nu liepen de rillingen over zijn rug. Maar gelukkig bewoog dit monster niet. Leander zou het loodzware ding het liefst gewoon laten liggen, maar hij kon het zich niet permitteren om zijn baan kwijt te raken. Hij trok de achterste wielen van de steekwagen over de rails en schoof de deuren achter zich dicht. Als zijn collega's de puinhoop niet zagen, dan konden ze hem ook niet verraden bij zijn baas. Leander haalde zijn mobiele telefoon tevoorschijn. De zon was inmiddels helemaal onder. Ben ik het even kwijt. Ik heb mijn leesbril niet op, zegt heel lastig. De zon was inmiddels helemaal onder en het magazijn was pikkendonker. Gelukkig had hij zijn zaklamp-app. Maar voordat hij het icoon aan kon klikken, hoorde hij een geluid. Het was alsof iemand twee stukken metaal tegen elkaar aansloeg. Leanders ogen schoten automatisch naar de Jabberwocky die op de vloer lag. Twee rode ogen staarden hem aan en rezen omhoog. Staand was het wezen zeker anderhalve kop groter dan hij en twee keer zo indrukwekkend. Zelfs in het donker kon Leander de gigantische vleermuisvleugels onderscheiden die de Jabberwocky uitklapte. Hij begon te gillen. De Jabberwocky brulde mee en sprong op Leander af, die zich realiseerde dat hij zichzelf had opgesloten met het monster uit zijn nachtmerries. En net toen hij dacht dat het niet erger kon worden, begonnen er tentakels uit het hoofd van de Jabberwocky te groeien. De tentakels schoten naar voren en wikkelden zich om zijn keel heen. Leander stopte met schreeuwen en het werd stil. Dank jullie wel. Ja, dat was een heel eventjes. Dit zijn de redenen waarom je dit niet midden in de nacht moet gaan lezen. Jeugdboek, leuk hè? Ja, die jeugdboeken echt, ook als 40 plus. De grap is dat ik dit stuk in Frankrijk heb geschreven. Ja. Met die collega-schrijvers daarvan en één daarvan heet Leander en was op dat moment zijn horrorroman bezig. Oh echt? Geweldig. Heeft iemand alsnog nog even snel nog een vraag? Nee. Lezen jullie dan aan elkaar voor? Soms lezen we aan elkaar voor. Als we hebben één sessie op de laatste avond. Dan lezen we stukjes van elkaar, aan elkaar voor. Maar ik lees dan bijna altijd iets voor uit iets ouders. Want ik, ook hier weer van Stephen King. Schrijven doe je met de deur dicht, herschrijven doe je met de deur open. Ja. En ik wil eigenlijk nooit iemand iets laten lezen terwijl ik er nog mee bezig ben. Want dan kunnen ze er wat van vinden en dan raak ik helemaal in de war. Ik wil als enige met mijn boek bezig zijn. En mijn redacteur mag het ook pas lezen als het af is. En de enige uitzondering die we daarmee hebben gemaakt was bij Superhelden 1. Omdat dat moest in een half jaar af. Want het thema van de kinderboekenweek was toen Superhelden. Het moest op tijd af. En ze wilden na 100 pagina's kunnen zeggen, oké, goed genoeg, ga maar door. Het is voor het eerst dat ik heb gezegd, oké. En ik kon meteen niet meer schrijven. Dus het heeft een week geduurd voordat ik een reactie had. En in die week heb ik niks gedaan. Dus je had gedwongen vakantie? Ik had gedwongen vakantie, ja. En ik weet nog dat zij belde en ik zat in die bioscoop. Ik was maar naar de bioscoop gegaan omdat ik helemaal gek werd van mezelf. Mm-hmm. En ik was naar Tron Legacy geweest. En die zit nu in deel 3, precies. Ja, ja, ja. En toen belde ze op en toen of sms'de ze. En toen heb ik in de pauze teruggebeld. En nou echt, mijn hart klopte overal. Oh, vreselijk. Want dat was het punt waarop ze kan zeggen, stop maar. En ze zei, wow. Dit is echt zo spannend. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. En toen kon ik weer schrijven. En toen ging je stuiteren in de tweede helft van de film. Ja, die tegenviel. Maar oké, dat was dan. Ja, ik heb ooit in het vliegtuig gezien en ben in slaap gevallen. Dus, mooie beelden, maar nee. Ja, nee. Dan geloof ik dat dit een beetje het einde is. En dus er zijn vast mensen die nog een handtekening van je willen. En ik zeker. Ik ga lekker achter de tafel dus, zitten zo. Dankjewel. En jij bedankt dat je zo op stel en sprong hier naartoe wilde komen om dit interview te doen. Ja, ik geloof dat het allebei leuk vonden. Ja. Dus dank je. Mag ik een applaus ook voor mijn deel? Hartelijk dank, dames van Donner. Want ik wil even zeggen, jongens, toen ik net begon met schrijven, toen was ik alleen maar verkrijgbaar in schoolbibliotheken. Als je een boek van mij wilde hebben, moest je bij wijze van spreken naar mijn huis komen. En er was één boekhandel in Nederland die al mijn boeken altijd in de kast had staan. Die ze broza al in de etalage zette. En dat waren jullie. Dank jullie wel daarvoor. En jullie dankjewel dat je hier gekomen bent. Echt heel bijzonder om te doen. Leuk. Ja. Zal ik nu even nog...
mochten jullie nog geen handtekening van Marcel hebben, dan zetten we hem gewoon nog eventjes daar aan tafel. En daar liggen ook uiteraard zijn boeken met. Ook Triple Tafel, waar hij net over vertelde. Dus schuif dan nog eventjes aan als je nog een handtekening hebt.